Ik ben Jarno Vrij. Ik werk nu mijn vijfde seizoen voor Club Brugge en Club Academy, de jeugdopleiding van Club Brugge. En ik ben verantwoordelijk voor de scouting U7 tot U10, als ook voor de samenwerkende clubs, waaronder de Kempense Voetbalacademie. Met de Kempense Voetbalacademie, dat is een van de samenwerkende clubs. Dus met onze samenwerkende clubs organiseren we heel wat activiteiten, waaronder workshops, toernooien, maar ook talentendagen, zoals hier vandaag in Beersen. Eigenlijk houdt het gewoon in dat we jonge spelers die hier in de buurt wonen, die hier bij de clubs van de Kempense Voetbalacademie spelen, dat we die eens uitnodigen voor een leuke training. Deze spelers zijn doorgegeven door de club zelf. En ondertussen geven onze coaches training aan hen en bekijken onze scouts hen ook. Wat eigenlijk inhoudt dat we jongens U11, U12 bekijken in functie van een instroom naar bovenbouw toe. Jongens U8, U9, U10, dat is eerder laten kennismaken met Club Brugge in functie van de toekomst. Ja, we zijn er ons natuurlijk van bewust. Zo'n talent day, dat is een klein beetje druk voor de spelers. Ik zeg het nog eens, het is vooral op basis van echt eens laten kennismaken met Club Brugge. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats moeten ze gewoon veel plezier hebben. Het moet een leuke voormiddag zijn. Ze gaan naar huis, ze krijgen straks nog iets mee. En eigenlijk is het gewoon van, oké, wij hebben ze gezien. Zij hebben op een leuke manier en we proberen hen altijd ervoor te zorgen dat ze wel het beste van zichzelf geven, zonder dat er heel veel druk bij komt. Daarom zijn we ook met niet zoveel medewerkers hier. Een trainer en enkele scouts, dat is voldoende. En gewoon in een natuurlijke omgeving, dicht bij hen, dat ze ook niet naar Brugge moeten komen. Wij komen naar hier, dat zij eigenlijk gewoon opstaan, dat ze eigenlijk een gewone training hebben, een wedstrijdje spelen en dat is het leuke van vandaag. Ja, het is voor ons ook belangrijk, voor de ouders. We nemen hem eigenlijk ook zoveel mogelijk mee in het proces. Op de kick-off hebben wij een sessie gegeven rond hoe je sportouders zijn. Dat in de eerste plaats. Daarnaast heb ik nu korte info gegeven wat zij mogen verwachten gedurende, na deze talentendag, welke communicatie dat er volgt. En daar zijn we altijd strikt in dat die communicatie goed verloopt. En vooral naar de ouders toe, zij moeten gewoon na de training vragen, was het leuk, heb je je geamuseerd? Als ze daarop antwoorden ja, dan is eigenlijk de dag geslaagd. En voor de rest weinig druk. Het is ook denk ik niet een noodzaak dat jongens van hier in Brugge gaan voetballen. Ze moeten gewoon dicht bij huis opgeleid worden. Dat proberen we ook wel te creëren en over te brengen naar de ouders. En in de eerste plaats gewoon een kennismaking en een leuke voormiddag. Ja. Dus op korte termijn, dit seizoen, zullen er nog 3 workshops zijn. Die worden gegeven door onze coaches. Interne workshops voor de clubs. Daarnaast, op langere termijn, is het wel de bedoeling om hier het scoutingsapparaat in deze regio uit te gaan breiden. Om te gaan werken met de clubs heel intensief naar hoe wij onze manier van werken, onze manier van opleiden. Om dat over te brengen naar de clubs, om heel veel informatie te delen. En dan tegelijk die enkele spelers met veel talent hier in de regio naar Brugge te krijgen. Ik denk vooral in deze rustige periode geniet. Van de rust, effectief eens een paar weken niet voetballen, andere sporten gaan doen. Dat is super. Niet van familie, gezin. Dat is heel belangrijk in de rustige periode. En het wordt nog een langere periode na de winterstop. Tot het einde van het seizoen. Alles geven, volle bak. En dan zien we wel waar het strips gaat.